jongens. Heerlijk. Zo'n groot orkest. En daar mag ik mee zingen. Nou, ik vind het een grote eer. De volgende mag u meezingen. Dit is een plek om lief te hebben. Van Toon Hermans zijn vast wel mensen die het kennen. Dus doe lekker mee, zou ik zeggen. Dit heb ik best heb ik allemaal. Ja, ik heb dat wel zien. Ik denk wel eens, zal ik eens wat denken? Maar dan denk ik, alles is al gedacht. En ik denk wel eens, zal ik eens wat zeggen? Maar dan denk ik, alles is al gezegd. En ik denk wel eens, zal ik eens wat doen? Maar dan denk ik, alles is al gedaan. Maar als alles al gedacht is en gezegd en gedaan, wat is dan nog de zin van het bestaan? Het is de liefde, de liefde, de liefde. Het is de liefde die altijd weer zingt. Het is de liefde voor duizenden dingen. Voor alles wat ons omringt. Dit is een plek om lief te hebben. Optreden van Wiedeke. En dat deed zij samen met flink wat harmonieën en fanfares. En we gaan ze toch nog één keer voor u noemen. Zeker al omdat ook de Ortense Harmonie ook meedoet, hebben we begrepen. Want die zijn niet mee gelopen, maar die hebben hier wel zitten optreden. Dus die verdienen het aandacht. Ja. En dan gaan we ze nog één keer voor u noemen. De Amantius, de Koninklijke Harmonie, Exempel, Union uit, let op, Nuland. Ik zei net Vinkel. Maar vergeef me die vermoeidheid waarschijnlijk. Sint-Cecilia Rosmalen, de Heineken van Varen, Vriendenkring, Sertogenbosch Muziekkorps, Harmonie, Oude Post. En natuurlijk dus net Wiedeke. Goed, dames en heren. Heel veel dank aan al deze harmonieën onder leiding van chef Ipskamp. En dan begrijp ik dat er nog een kleine toegift gaat komen.
Het muzikale woord is aan de dirigent. Chef Ipskamp, geef ze een groot applaus. Een uniek momentje. Hier op onze parade. Nee, dat kan nog niet. Goed, dames en heren. Nou is het de dankbare taak om na 11 dagen deze stad in beweging te hebben gekregen, ook dit plein in beweging te gaan krijgen. Ja. En dat begint als eerste, ik denk met beide zijden, om in ieder geval maar eens aan die kant beginnen met ruimte te maken. En dan mag u alvast nadenken hoe u het gaat doen, zo'n beetje naar links en een beetje naar rechts. Maar we beginnen niet eerder dan voor het helemaal gebeurd is. Zo. Dus u begrijpt, we kunnen hier best nog wel tot 100 jaar bevrijding staan. Ja. Maar laten we het beperken tot een paar minuten. Dan marcheren zij af die kant op. En dan gaan we mee richten, dit plein. U mag het zo wijd maken als u wil, want ze lopen helemaal door, dus u kunt het allemaal heel goed zien. Mensen nog? Geef het niet. Probeert u zoveel mogelijk door te schuiven, want houdt u de lijnen aan van de tribune. Echt, houdt u de lijnen aan van de tribune en doet u dat hier ook ten opzichte van het podium. Dat hebben we echt nodig. Dus het lijkt allemaal wat dringend te worden en wat te proppen. Helaas, het is niet anders. Veiligheid bovenal. U ziet daar aan mijn linkerhand iemand vanuit de Royal Welsh, in dit geval de 160e brigade, een beetje het een en ander dirigeren. Dat is de man die mij met militaire precisie heeft meegenomen de afgelopen anderhalf jaar. Samen met mijn collega Nicolette Meeuwsen, verantwoordelijk voor de projectorganisatie, om alles ook met een militaire precisie te doen. Dus hij heeft mij geleerd dat ik heel streng moet zijn. Nou, dat ben ik dus nu ook even naar u.
En u werkt in ieder geval heel fijn mee. Alleen ook daar achterin zie ik dat men nog te veel staat van dit podium. Ja. Dus ook u zult echt naar achteren toe moeten. De lijn is heel zichtbaar. En dat betekent dus dat u dat aanhoudt. Wat doe je meteen, Mr. Davis? Nog iets verder terug, u hoort het. Proberen het zoveel richting die bomen te krijgen. Hoe mooi wordt het als het ook goed gaat? Ondertussen neem ik u eventjes mee wat u te zien krijgt. Dames en heren, het Britse leger heeft natuurlijk een geweldige ervaring op het gebied van vredesmissies. En ook na die Tweede Wereldoorlog. En dat geldt ook voor de Welsh. Zij zijn overal ter wereld geweest. En wij als 'Sertog en Bosch weten dat als geen ander. Want de divisie die zij geformeerd hebben is als enige hier in onze stad geweest. En zij hebben in 1945, toen ze terugkeren, tijdelijk gezeten in Hamburg en terugkeren naar 'Sertog en Bosch, hebben zij op dit plein een beating retreat gegeven. Een beating retreat wil niets anders zeggen dan dat ze afscheid nemen van een stad of een plek waar ze verbleven hebben. En dat hebben ze natuurlijk de afgelopen dagen, maar dat hebben ze natuurlijk ook de afgelopen jaren en zelfs decennia, want Wales zit natuurlijk in het Bosse hart. En zij wilden heel graag die beating retreat herhalen, die zij in 1945 ook hier in deze stad gegeven hebben. En daarvoor hebben we dit plein wederom nodig. En in 1945 stond het onder leiding van majoor-generaal Ross, de commandant die verantwoordelijk was voor de bevrijding van 'Sertog en Bosch. Die hebben wij de afgelopen dagen ook met elkaar geëerd. Het is prachtig gebeurd op verschillende plekken samen met de familie Ross. Die is ook hier aanwezig, is onder ons. Dus het is in die zin ook heel bijzonder dat we dit ook weer kunnen herhalen. En dat gaan ze dus opnieuw doen. Wij wachten op het signaal van Mr. Davis, die geeft mij de instructie wanneer we gaan beginnen. En ja, dan gaat u eigenlijk een afscheidsgroet zien van de 160th Brigade en de Royal Welsh. En dit, in dit geval de Regimental Band, de Royal Welsh. Zij zullen afscheid nemen van 'Sertog en Bosch. Zij nemen afscheid van de bevrijders die hier zijn. Ze nemen afscheid van het stadsbestuur, hier aanwezig, wethouder Van Olde, wethouder Roskamp en burgemeester Mikkers. En ze nemen afscheid van u. En daarmee neemt u ook afscheid van onze bevrijders. 3 in getal. Ik kijk of zij zover zijn. Want we laten ons op dit gebied even leiden. U ziet ondertussen ook een aantal vaandeldragers. Dat zijn vaandeldragers van Pontypridd 'Sertog en Bosch branch. U hoort het, de 'Sertog en Bosch zit daarin. Dat is de branch waar we afgelopen decennia een heel goed contact mee hebben. En waar gisteren de burgemeester een stadspenning heeft mogen uitreiken aan Garrett Pennell. Garrett, I don't know if you're here. If you are here, please rise. I don't think so. Heel jammer dat hij er niet is, want hij verdiende die stadspenning op grond van zijn jarenlange relatie die hij heeft met 'Sertog en Bosch en Wales en wat hij voor 'Sertog en Bosch heeft betekend in Wales. Een mooie, type mooie verdienste. Yes? We gaan beginnen.